Ik zie de tweedeling ook in het onderwijs ontstaan. De eisen die we in deze samenleving aan kinderen stellen, worden steeds hoger. En wie met vlag en wimpel door die onderwijstijd komt, die kan ook meteen over de hele wereld aan het werk. Maar niet ieder kind heeft die vermogens in een veel eisende wereld. En ik heb de afgelopen tijd heel veel kinderen gezien die heel veel met hun handen kunnen, maar veel minder met taal, met rekenen. Voor hen is het onderwijs soms een doodlopende weg geworden. Ik wil dat het onderwijs in Nederland kinderen afrekent op wat ze wel kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Dat moet dus echt anders. Want als het in de politiek nu over onderwijs gaat, dan hebben we het bijna altijd over het hogere onderwijs. En we zullen die fixatie met z'n allen als CDA zeker moeten doorbreken. En dat betekent dat we in het VMBO, in het MBO, ruimte geven voor het behalen van een vakdiploma. Zodat je weer jongens en meisjes krijgt die vooral goed zijn in hun handen, weer perspectief hebben op een baan in plaats van op het bijstandsloket. APPLAUS.